kan niet zien hoe het er nu uitziet. Maar we zitten op dit moment in het bos. Oh, jij kan wel zien hoe het eruit ziet. Ja, het ziet er grappig uit. Ziet het er goed uit? Ja, zie ik er ook mooi uit? Ja, je haar is in beeld. Oh. Je zou iets langere hand moeten hebben. Ah, oh, dat verrekte ik iets. Oké, we gaan niet met iemand anders filmen. Ja? Het is beter om iemand anders te filmen dan mijzelf. Ik ben er niet zo goed in, blijkbaar. Dat blijkt dus. Jij wil dus gaan vloggen? Ik ga zeker vloggen, alleen... Wat jij hebt gedaan, is dat schermpje wat hiernaast zit, zo, dat kan ik nu niet omdraaien. Ja, dat is tactisch. Ja. Kijk waar we zijn. Je doet er niks aan, hè? Zit in de middle of nowhere. Dat hele ding is geel trouwens, dat is ook niet de bedoeling zeker. Wat ding is geel? Dat bergje. Nee. Oh. Dat is overexposed. Nou, ik zou jou eens overexposen. Oh. En dan krijg je die meme van de wow, het is een achtergrond. Ja, ik dacht precies hetzelfde, weet nice. Je. Nice. Maar even kijken, daar is dus een open vlakte, maar hoe komen we daar? Daar doorheen. Oh. Gaan we YOLO? Ja, oké. Okay. Help. Ah, oh, ja? Ja? Welke kant moeten we uit? Links. Mijn links of jouw links? Beide. Daar heb ik niks aan, joh. jouw links. Mijn links. Als je je omdraait. Dus je moet je nu eerst om... Nu links. Jouw links. Ja, oh. Dat is ook jouw links. Oh. Maar ik vraag me af hoe jij dit nu gaat doen. Transition! ik heb eigenlijk geen idee. Ik kan er daar heel simpel omheen gaan. Maar... Dit is leuker. Nee, we lopen om. We lopen om. We gaan langs de route die slimme mensen zullen nemen. Oh, f***. Dit is ook nog best wel een kutroute. Ja. Help. Slimme mensen, zei je, hè? Ja. Oh, stekels. Oh, nee. Lekker bezig, grap. Wat? Lekker bezig. Thanks. Hij zit... Die man zit ook... Nee. Nee? Ik kan dit. Oh, camera. Ja. Hey, dit noemen ze een echte content creator, hè? Into the field. Oh no, dat was echt heel erg pijnlijk. Je haar zit goed hoor. We're here. Midden in het bos. En wij praten over... Waar praten we over? Ja, dat is een goeie. Niet over Endgame, kun je hè? Kun je nog eens zeggen wat je net zei? Nou, mijn beste jongen, volgens mij ben ik dat vergeten, maar het komt... Oh, ging er niet even iets over een industrie waar mensen onder de 18 niet naar mogen kijken? Oh, ja. Heet zoiets niet Tinder? Nice. Ik dacht aan politiek. Ja, politiek, dat kan ook nog wel altijd, weet je? Waarom is dit komisch dat er twee camera's op elkaar gericht zijn? Weet ik niet, zullen de camera's precies... Is het ook zo dat als je camera's zo direct op elkaar zet, zeg maar, dat er dan een of andere explosie ontstaat? Geen idee, zo zou ik proberen. Ja, let's go. Heb je een paar chille shots op dit moment, jongen? Ja, zeker. Ik denk dat ze er wel mooi uit gaan komen. Ja? Ja. Nou ja, ik heb ze gefilmd, dus het is allemaal nog een beetje oh. En proberen mijn handen op beeld te krijgen. Maar ik denk dat we er een paar goede uit gaan halen. Dat je misschien nog wel een mooie vlog van kan maken ook. Misschien nog wel een betere vlog dan op de NZK video's. Oh. Wat de wat de waarom gebeurt dat? Omdat ik eerst moet overleven. Oké, okay, wacht. Ah, oh. Ik heb best wel een mooi shot gelijk. Ja, toch? Wow. Ja. Wow. Oh, weet je, dit is eigenlijk best wel een mooi shot voor een foto, eerlijk gezegd. Ja, ik met die bladeren zo. Ja, het geeft wat meer diepte daar. Ja. You can see here, you see a wild photographer in his natural habitat, trying to photograph
photograph. To take a picture. Een beest op de foto te zetten, ja. To take a picture of a wild animal. A poisonous frog. Will he be able to do it? Is the question though. It's always hard for a photographer to get a good picture because the animals are so unpredictable. But once he has his focus, the beast doesn't know he's there. Oh, he falls. It's the tension, probably. Ooh, he's getting out of focus. Hopefully his shots aren't. Yes, he's got a good picture. Now he's pleased. Oh, he wants another one. He's not pleased with what he's got. Stakes are always high, because bigger animals are always on the lure to kill the photographer. What about the wild elephant? Or the Siamese tiger? He's touching it. Yeah, he's dead. That's poisonous. Nice. Verder niet op ingaan. Verder niet op ingaan, maar ik heb dus een awesome challenge in gedachten. En onze Nick kwam daarmee ook een beetje met het idee die ervoor zorgde dat dit getriggerd werd. Wat gaan we nou doen? We gaan gewoon lekker ergens zitten. We gaan dan een blinddoek op doen. En dan gaat de ene persoon gewoon naar een random locatie toe. En daar moet hij een mooie foto gaan schieten. En dan zo 2 uurtjes of zo komen we terug bij elkaar. En dan gaan we zien wie van de 2 gewonnen heeft. En wie gaan we dat laten controleren wie er gewonnen heeft? Dat worden de kijkers. Wij gaan niet beslissen. Oh shit. Oh, jullie mogen bepalen. Jullie mogen bepalen. Dus maar, om het nog wat spannender te maken. Het is heel leuk en aardig dat we dan een foto daar moeten schieten. Maar ja, we moeten wel kunnen controleren dat we er echt zijn geweest, hè. Dus wat gaan we dan doen? We gaan dat de hele dag vloggen. Hey. Dus ja jongen. Je gaat ervan genieten. Niek gaat ervan genieten. Maar die kan tenminste dan even lekker bezig zijn met de camera. Dit vindt hij nou eenmaal Gucci, laten we het zo maar zeggen. Dus, jullie gaan genieten. Ik weet het nu al. It's gonna be great. Nice. So, let's hit it though.